Hey, welkom en wat leuk dat je kijkt naar vlog 26. Ik sta hier op de oevers van de Main rivier in Frankfurt, waar over een drie kwartier de IMAX run gaat beginnen. Deze week niet echt een vlog, want ik ben de hele week hier in Frankfurt aan het werk op een grote internationale beurs, waar ik twee keer per dag een live show maak en nog 6, 7, 8 kleine vlogjes tussendoor. Hi there and welcome here live at IMAX in Frankfurt 2018. Probably one of the most particular places you can be here at the IMAX Trade Show this year, because I'm actually in one of the Sky Learning Labs. Dus ik heb een beetje mijn handen vol aan het vloggen, maar wat bijzonder is aan deze plek, als je mij al wat langer kijkt, dan weet je misschien dat deze IMAX Run het zaadje heeft geplant voor mijn hele route naar de Rotterdam Marathon een aantal weken geleden en het feit dat ik nu zo enthousiast ben geworden over triathlon. Dus mijn boodschap vandaag is eigenlijk: als jij nou mensen kent die nog niet zo enthousiast zijn over hardlopen, over triathlon, over fitnessen, is de kracht van het inschrijven voor een evenement. Ik heb het daar vaker over gehad, maar inmiddels 2 jaar geleden was ik ook aan het werk voor deze beurs. Hadden zij voor het eerst deze run georganiseerd en wat het is nu 6:30 ochtends. Dadelijk om 7:00 gaan honderden mensen van de beurs hier in alle vroegte van start voor een 5 kilometer rondje om de rivier. Gewoon voor de lol, ja tuurlijk, de aantal voorsten zijn aan het racen en de nummer 1, 2 en 3 krijgen een prijs. Maar de meeste mensen zijn hier gewoon omdat ze het leuk vinden om hard te lopen. Ik kon daar 2 jaar geleden me nog helemaal niks bij voorstellen, maar inmiddels sta ik hier ook. En ben ik zelfs vanaf het hotel hier naartoe gejogd en ga ik waarschijnlijk ook weer terug joggen. Waarop mensen zeggen, wacht even, dus je gaat die 5 kilometer doen en nog 3 kilometer heen en terug, dat is meer dan 10 kilometer. Wat nu gewoon als een normaal prima trainingsrondje voelt. Maar ik kan me nog heel goed voorstellen dat ik 2 jaar geleden precies hetzelfde dacht. En het al heel erg wat vond om die 5 kilometer te lopen. Maar het feit dat ik wist dat ik het hier deze ochtend moest gaan doen, maakte dat ik toch ook een beetje ging trainen. En maakte dat ik uiteindelijk besmet raakte met het hele hardloopvirus. Wat ertoe geleid heeft dat ik uiteindelijk mijn eerste marathon van mijn leven heb gelopen. Dus, key takeaway, als jij dit kijkt, dan ben je waarschijnlijk al een sporter of een hardloper. Maar mocht je mensen in je omgeving hebben die je ook eens in beweging wil krijgen, neem ze mee naar een concreet evenement met een hoop vrienden, met een hoop collega's, zoals zo'n IMAX Run hier op de beurs. En wie weet wat daar nog van terecht gaat komen. Dank voor het kijken en ik hoop je volgende week terug te zien wanneer we weer naar het open water gaan met Jacomino Eikelboom voor Open Water Clinic deel 2.